Goedenavond, burgemeester. Wat fijn dat u tijd heeft kunnen maken voor dit gesprek. Een gesprek tussen u, burgemeester van onze mooie stad Utrecht. En ik ben hier namens de verschillende islamitische organisaties waar u onder andere veel contact mee heeft. Ik vroeg me af, u bent natuurlijk nu een aantal maanden bijna een jaar de burgemeester van onze stad. Deze stad kenmerkt zich heel erg door een traject wat al langer gaande is, namelijk Utrecht zijn we samen. Dat we heel veel activiteiten hebben om de sociale cohesie te bevorderen. Hoe kijkt u daarnaar? Ik ben er heel trots op. Ik denk dat Utrecht zich bij uitstek laat zien als een stad waarin de verbinding heel belangrijk is. De verbinding naar elkaar toe. En dat zie ik ook als ik kijk naar bijvoorbeeld het overleg wat ik met de moskeebesturen heb. Met mensen uit de islamitische gemeenschap die heel erg op zoek zijn, ook vanuit hun positie, naar hoe kunnen we dingen samen doen. Dat vinden wij als gemeente belangrijk en ik weet zeker dat de inwoners van onze stad dat ook belangrijk vinden. Ja, en u verwijst nu al naar de contacten die u heeft met de verschillende islamitische organisaties, onder andere moskeeën. Wat voor soort contacten zijn er op dit moment? Nou, dat zijn overleggen over inhoud. Bijvoorbeeld, hoe gaan we om met de antidiscriminatieagenda die Utrecht aan het maken is? Wat betekent het eigenlijk in een stad waarin ook de polarisatie toeneemt voor de veiligheid van de moskeeën? Wat kunnen we samen doen om jongeren bijvoorbeeld een goede kans te bieden? We hebben recent de politie over de vloer gehad. Die zei, we hebben eigenlijk heel veel meer jonge mensen nodig die zich melden om te beginnen als diender. Kunnen jullie nou niet meehelpen om hen te zoeken? Dus dat gaat echt overal over. En op heel veel onderwerpen willen we heel graag de handen ineens slaan om samen te werken. En dit zijn dus ook heel veel overleggen die niet per se incidentgedreven zijn, maar die überhaupt altijd ongoing zijn. Ja, dat zijn eigenlijk vaste overlegmomenten. Maar wat ook belangrijk is, is dat als er wel incidenten zijn, we elkaar snel weten te vinden. En dan hebben we bijvoorbeeld ook extra overleggen. Als er ergens in de wereld iets aan de hand is waarvan ik weet dat dat beroering veroorzaakt, ja, dan is dat ook soms een aanleiding om een extra overleg bijeen te roepen. U verwees even kort naar toenemende polarisatie. Hoe merken we dat in de Utrechtse context op dit moment? Nou, vooral online merken we het. We zien natuurlijk dat er heel veel mensen zijn die over en weer eigenlijk agressie vertonen via internet, vaak anoniem. We merken ook wel dat bijvoorbeeld als er opgeroepen wordt tot rellen, we altijd moeten oppassen dat de buurt daar geen schade van heeft. Laatst was er weer een oproep op internet om te gaan rellen in de Kanaalstraat. Daar hebben we met de politie een jongen van 17 uit Zeist weten te achterhalen en ook opgepakt die daartoe opriep. Moet je nagaan, die komt eigenlijk niet eens uit Utrecht en die veroorzaakt dan toch heel veel onrust. We hebben toen we dat door hadden, meteen ook met bijvoorbeeld de Oeloe-moskee contact gelegd. Van, weten jullie dit? Wees erop voorbereid. Kunnen we nog helpen omdat om jullie te beschermen? Omdat die specifiek werd genoemd of als locatie? Nee, omdat de locatie kwetsbaar is. Want we hebben eerder bij een demonstratie die uit de hand liep gemerkt dat de moskee kwetsbaar was voor demonstranten die niet allemaal helaas even goede zin hadden om alleen te demonstreren. Ja. En onder dan andere omdat het aan het plein ligt. Ja, precies. En dan is het best belangrijk dat we via de verbindingsofficieren die wij hebben vanuit de gemeente in de wijk, met winkeliers, maar ook met bijvoorbeeld anderen contact hebben van dit komt eraan. Laten we goed met elkaar afspreken van wat kunnen we doen om ook jongeren op te roepen vooral weg te blijven. Jongeren zijn nieuwsgierig. Die komen soms onbedoeld dan op reuring af en eigenlijk wil je dat niet. En ik moet gelukkig tot mijn tevredenheid vaststellen dat dat in ieder geval die keer ook weer heel goed gelukt is. Dus samenvattend eigenlijk de vele contacten die er zijn met de islamitische organisaties, onder andere naast vele andere organisaties waar je natuurlijk mee spreekt, dat zorgt ervoor dat er een soort van vaste vertrouwensband is, zodat we elkaar sowieso goed kunnen vinden en als er echt iets is dat we snel samen kunnen schakelen. Ja, dat is in ieder geval onze bedoeling en intentie. Ja. En in de praktijk werkt dat volgens mij ook wel zo. Ja. Als het gaat om die vertrouwensband tussen islamitische organisaties en lokale gemeentes, dan zien we dat er dit jaar een onderwerp was wat heel erg eigenlijk aan de kern van die vertrouwensband eigenlijk dat ter discussie stelde. Namelijk hetgeen wat door NRC naar buiten werd gebracht, dat NTA, een adviesorganisatie, door gemeentes was ingehuurd
om eigenlijk heimelijk bij moskeeën naar binnen te gaan en daar informatie te verzamelen en daarover een rapport uit te brengen naar gemeentes op een manier die niet openbaar was. Als we kijken naar de setting in Utrecht, juist omdat we zo veel contact al hebben met elkaar en dus ook zo'n vertrouwensband hebben tussen de islamitische gemeenschap, de islamitische organisaties en de gemeente. Heeft de gemeente Utrecht overwogen destijds om ook de NTA in te huren? Niet op het moment van publicatie, maar daarvoor natuurlijk? Nee, niet op dit punt. Het is wel belangrijk om te zeggen dat meerdere gemeenten, waaronder ook Utrecht, met de NTA hebben samengewerkt, ook in het verleden, om bijvoorbeeld onderzoeken te doen. Maar dat is echt iets anders dan heimelijk onderzoek doen naar je vrienden, namelijk de moskeebesturen. Ja. En dat hebben wij niet gedaan en dat hebben we ook niet overwogen. Wat is de reden dat dat niet is overwogen? Nou, omdat wij heel duidelijk met elkaar hebben afgesproken, al veel eerder zelfs niet bij mij en bij mijn aantreden al maar onder mijn voorganger, dat we elkaar met dit soort dingen niet zouden gaan verrassen. Want het is echt belangrijk dat als er aanleiding is om onderzoek te doen, dat je daar transparant over bent. En ja, dus doen wij soms onderzoek naar bijvoorbeeld radicalisering. Mm-hmm. Of doen wij onderzoek naar individuen, omdat we het gevoel hebben van, hé, daar gebeurt misschien iets. En dat speelt niet alleen in de islamitische gemeenschap, maar breed. En we zien ook dat radicalisering bijvoorbeeld bij extreem rechts nu aan het toenemen lijkt. Mm-hmm. Dus natuurlijk moet een overheid zich daarvan vergewissen. Maar wat niet kan, is dat je heimelijk onderzoek doet naar die moskeebesturen waar je die goede relatie mee hebt. En dus is dat ook niet overwogen, want toen wij van NTA in dit geval een voorstel kregen, en met dit onderdeel erin heeft ook de gemeente en hebben onze mensen ook gezegd, ja, maar wacht eens even, dat past niet binnen de manier waarop wij met elkaar werken en de afspraken die we eerder hebben gemaakt. En ik weet dat dit heel veel beroering heeft opgeleverd, ja. Hè? Ja. Snap ik. Ja. Maar ik vind het wel echt belangrijk om die boodschap ook klip en klaar te geven. Maar als we zeggen dat dat niet de manier is hoe we willen werken, wordt daarmee dan bedoeld dat er geen juridische grondslag is voor dit type onderzoek? Of dat het ook moreel eigenlijk onacceptabel is om zo met elkaar om te gaan? Beide. Wij gaan niet zo met elkaar om. En we hebben wel eens eerder onderzoek gedaan en dan vertellen we dat ook. He, dus ja. Dan melden wij ook van jongens, er is aanleiding om ongerust te zijn. He, dus als er soms situaties zijn waarvan wij denken, hé, wacht eens eventjes, dit gebeurt hier iets wat wij zorgelijk vinden, dan zullen we dat bespreekbaar maken. En, ja. En dat is echt belangrijk, want zo hoort dat ook in een relatie waarin je dingen samen doet. Heel kort samengevat, de vertrouwensband tussen de islamitische organisaties in Utrecht en de gemeente is van dien aard dat dit gewoon überhaupt niet een manier van werken is. Dit is niet hoe we met elkaar omgaan. Nee. We gaan uit van vertrouwen. Ja, en we doen het samen. En ja. Dus is het ook belangrijk. Daarom vond ik het ook heel fijn dat jullie mij de kans bieden om dit ook te zeggen. Want dat heb ik natuurlijk tegen de moskeebesturen gezegd. We hebben ook laten zien en daar zijn we ook mee bezig dat we transparant zijn in hoe onze afwegingen tot stand komen, in wat voor dingen we doen. Dat we stukken ook willen overleggen, dus dat loopt nu ook. Ja. Maar ik vind het ook belangrijk om via jullie tegen de mensen thuis te zeggen, wij moeten het met elkaar doen. Ja. En daar past dit niet bij. Nee, en ik denk ook dat juist dat bij heel veel mensen speelde, omdat we de laatste jaren vanuit islamitische organisaties, maar ook vanuit individuele moslims, juist zagen dat die transparantie toenam. Ja. En mensen daardoor enorm geschrokken waren dat dat niet wederkerig was in een aantal plaatsen in Nederland. Ja, nee, ik kan me heel goed dus voorstellen. Want kijk, toen het naar buiten kwam, schrok ik ook. En ik was eigenlijk blij dat we niet in het lijstje stonden van de gemeente die dat deed. Ja. Hè, dus ik had eigenlijk daar zelf de beleving bij van, nou, gelukkig. En dan merk je dat natuurlijk de impact van wat nieuws is, wat dan naar buiten komt, toch heel groot is. En ook heel erg hard aangekomen is bij de gemeenschap en bij heel veel mensen die daarin een soort bevestiging opnieuw voelden van, we horen er niet bij. En ik denk dat het heel belangrijk is, ook vanuit mijn rol als burgemeester, en misschien mag ik dat voor één keer zeggen, burgermoeder, om te zeggen, iedereen hoort erbij. Ik zou dat woord er trouwens gewoon inhouden als ik u was. Maar, nee, maar heel erg fijn, vooral inderdaad dat het niet alleen vanwege een technisch iets is, maar dat het gewoon überhaupt moreel gezien, dit is niet hoe we met elkaar omgaan. Precies. We werken samen en we zijn zo vertrouwen is het. Elkaar. Dat is heel fijn. Ja. Als je kijkt naar die samenwerking tussen de islamitische organisaties, de islamitische gemeenschap en de gemeente,
als lokale overheid hier in Utrecht. Wat is vanuit uw positie de langere termijnvisie die we dan die u dan heeft? Hoe ziet u de toekomst van die samenwerking? Nou, ik denk dat het mooi is als we steeds meer in de breedte elkaar ook weten te vinden. Vaak hoor ik in gesprekken met de moskeebestuur, we moeten elkaar niet alleen zien als het regent, maar ook als de zon schijnt. Mm-hmm. En dat vind ik eigenlijk wel een wijze boodschap, want dat geeft aan dat je ook met elkaar wil opbouwen. En we hebben een hele grote groep jonge mensen in deze stad, voor een deel zijn het ook kwetsbare mensen. Omdat ze sociaal-economisch niet altijd de beste positie hebben, heel veel waard is. En waar we, vind ik, als gemeenschap samen omheen moeten gaan staan. Om hen ook de kans te bieden om volwaardig burger van onze stad te zijn. En dat begint bij één boodschap: iedereen hoort erbij. En we doen het inderdaad samen. En het zou heel mooi zijn om op al die onderwerpen, meer de sociale onderwerpen, ook steeds verder met elkaar te gaan samenwerken. Want wij hebben natuurlijk het idee dat we in de haarvaten van de samenleving heel veel kunnen doen. Maar we weten één ding zeker: een gemeente kan dat nooit alleen. Dat heeft gewoon altijd partners nodig. En die moet je overal willen vinden. Als we dan zeggen: Utrecht zijn we samen en we doen het samen en iedereen doet ertoe. Voor de mensen die nu kijken, die niet per se een bestuurlijke functie hebben binnen een organisatie, maar gewoon iedere individuele, in het geval van onze achterban meestal dan moslims vanuit Utrecht. Wat kan ieder individu doen om een positief steentje bij te dragen aan dat idee van Utrecht zijn we samen en Utrecht bouwen we samen? Nou, ik denk een paar dingen. Belangrijk is dat we blijven omzien naar elkaar. Ik vind het belangrijk dat we nieuwsgierig zijn naar de ander. En dat we over en weer respect hebben voor de afwegingen die wij maken in onze persoonlijke keuzes. En dat betekent dat mensen die geen religieuze achtergrond respect moeten hebben voor diegenen die dat hebben. Maar ook andersom. En als je op die manier met elkaar tot een uitruil komt waarbij je de waarden die je zelf hebt er mogen zijn. Maar ook je accepteert dat anderen soms ook andere waarden hebben. Dan is dat denk ik iets heel belangrijks. En als er één stad is waar dat kan, dan is dat deze. Dat sowieso. En u bent de burgermoeder geworden. Dat is gewoon het nieuwe woord nu. In een stad waar je eigenlijk vanuit die functie juist heel dichtbij alle burgers wil zijn. En tegelijkertijd bent u natuurlijk in die rol gestapt tijdens de coronacrisis. Waarbij we juist afstand van elkaar moeten nemen. Ja, dat vond ik ook heel moeilijk. Ja. Ja, want ik heb echt in het begin en eigenlijk zelfs het afgelopen jaar nauwelijks mensen letterlijk een hand kunnen geven. Ja. Een tijdje lang mocht een box, hè. En nu zegt iedereen alweer, hou maar 1,5 meter afstand. En dat maakt het ook heel lastig. Want normaal zou je bijvoorbeeld bij de Ramadan samen de iftarmaaltijd delen. Dat kon nu niet, want dat werd voor een deel heel anders georganiseerd. Dus ik ben wel meegegaan om de maaltijden te zien uitgedeeld worden. Op sommige plekken, maar ja, weet je, je hebt toch een soort beperking in hoe je uiteindelijk kan landen in een stad. En ik heb het geprobeerd zo goed en zo kwaad als kan te doen, maar het blijft lastig. Maar ja, wel in de wetenschap dat deze pandemie een impact heeft op levens van mensen die vele malen groter is. Hij maakt de verschillen tussen mensen die ziek en gezond zijn groter, tussen arm en rijk. Tussen jonge mensen vooral die eigenlijk heel veel kansen ingeperkt zien worden. Een tijd niet naar school konden gaan. Dus dat zijn de dingen waar ik me uiteindelijk wel echt meer zorgen over maak. Dan de vraag of ik op een goede manier heb kunnen kennismaken. Ja, aan de andere kant hopen we natuurlijk wel dat als we straks wel in de endemische fase terechtkomen. Dat we alles kunnen gaan inhalen. En dat we nu gelijk al een beetje op beeld de uitnodiging natuurlijk kunnen uitspreken. Om u bij heel veel iftars uit te nodigen. Zeker. Om die tijd, zoals ik al zei, in te halen. En elkaar maximaal te ontmoeten. Ik verheug me erop. Maar zo, wederzijds. Ik wil u enorm bedanken voor dit gesprek. Ja. En een hele fijne avond. Graag gedaan.